Aloha, voor mij plasticvrij probeer ik mijn eigen kuisproducten te maken, zodanig dat je minder kuisproducten moet kopen die allemaal in een plastic bus zitten. Nu gaan we een milde allesreinigerspray maken en een ruitenspiegelspray. En de basis daarvoor is azijn. Maar azijn, stinkt. Om een lekker geurende azijn te hebben, ga je gewoon de citrusvruchten die je in huis hebt, de schil daarvan, eraf halen en die voeg je toe aan je azijn. En de pompelmoes of de appelsien, die eet je natuurlijk daarna gewoon weer lekker op. Kijk eens hoe schoon dat hem ervan wordt. Twee volledige pompelmoesschillen zitten nu bij de azijn. We gaan die nu 3 weken in het donker zetten en dan ruikt die zalig. En kan je daar bijvoorbeeld met gelijke delen azijn en water een neutrale spray om schoon te maken van maken. Maar moet wel letten, als er azijn in zit, nooit gebruiken op hardsteen, want dat geeft witte vlekken. Ruiten- of spiegelspray. We gebruiken daarvoor dus onze zalige azijn. 250 milliliter. Die ruikt nu echt naar pompelmoesjes. 1 theelepeltje, een half theelepeltje neutrale zeep. Dus dat is alles wat daarin moet. En 250 milliliter gedemineraliseerd water. Waarom gedemineraliseerd? Ja, dat geeft minder strepen als je daar je ruiten of spiegels mee schoonmaakt, want dan zit er geen kalk in. En de ruiten- of spiegelspray is klaar. En dat kost bijna niks. Voilà, en je hebt geen vitrinetretiketet niet meer nodig, hè? Zo.